Goedemorgen. Piepik dag 3. Gaan we beginnen. Let's go. Eerste litertje water zit er alweer in. Dit wordt al de tweede. Ik moet zeggen dat ik daar nog het meest moeite mee heb. Al dit water wegdrinken. Maar verder voelt me eigenlijk verbazingwekkend goed. Ik weet van vorig jaar dat ik, maar dat was dan wel vaak pas na een dag of 3, 4. We zitten nu natuurlijk pas op dag 3. Maar dat ik, omdat ik zo weinig koolhydraten had, mezelf best wel futloos voelde en niet echt energie had. Dat ik op een gegeven moment ook koppijn kreeg. En dat heb ik allemaal niet. Het enige is dus alleen die hoeveelheid water. Ik zat gisteravond ook op de bank en dat je op een gegeven moment gewoon een beetje misselijk wordt van al dat, van al het water in je maag, zeg maar. Gisteren was eigenlijk gewoon hetzelfde als de dag ervoor, dus kwam altijd exact hetzelfde. Alleen had ik de eerste dag de 6 liter water gedronken en gisteren 8 liter. Vandaag ga ik hem weer gewoon op 8 liter, morgen ga ik pas naar 10. En vandaag gaan de macro's iets veranderen. Want de afgelopen 2 dagen had ik nog wel tot 50 gram koolhydraten gegeten. En deze 2 dagen, dus de laatste 2 dagen, helemaal geen koolhydraten meer. Alleen nog koolhydraten uit groentes. Dus nou, dit wordt echt feest. Want ik had gisteren en eergisteren dan nog wel een appeltje en een beetje nootjes. En s'avonds dus die bak kwark die ik nog kon eten. Dat zit er nou allemaal niet meer bij. Het worden nou echt hele saaie, eentonige maaltijden. Want de macro's van de aankomende 2 dagen... Ja, schrik niet. 1850 calorieën, 225 gram eiwit, 92 gram vet en 20 gram koolhydraten. Ik zeg dan helemaal geen koolhydraten, dit zijn dan de koolhydraten uit groentes. Die tellen dan wel gewoon mee, maar die wilde ik echt op een maximum van 20 houden. Er worden 4 maaltijden vandaag, dus ik ga vandaag eten om 12 uur, om 3 uur, om 6 uur en om 9 uur. Lekker eentonig. Maar het is nu pas 7:45, dus ik ga nu gewoon nog even een ochtendje werken. Ik heb dadelijk een paar check-in momenten met mensen die ik begeleid met mijn coaching. Dus ja, ik zie jullie om een uur of 12 weer bij de eerste maaltijd van de dag. Ik heb hier 6 eieren, een halve paprika en een half bakje champignons. Qua volume is het in ieder geval meer dan de eerste maaltijd van gisteren. Komt er dat ik vandaag dus maar 4 maaltijden heb. En bijvoorbeeld een snackmaaltijd zoals ik gisteren had met die appel en die noten. Die is weg. Anders kom ik echt maar op, weet ik veel, 1400 calorieën uit of zo. Enige mindere is alleen wel dat ik vanaf vandaag ook ben gestopt met zout. Zout houdt namelijk vocht vast en dat willen we natuurlijk voorkomen. Aangezien we deze dagen bezig zijn met uitdrogen. En waar ik trouwens ook gestopt mee ben, of even ben gaan minderen deze dagen, is koffie. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zou het nu niet meer precies durven zeggen. Alleen de afgelopen jaren heb ik hier best wel wat onderzoek naar gedaan. Wat je natuurlijk wel allemaal wel en niet kan doen tijdens een peak week. En het schijnt er dus voor te zorgen dat cafeïne een eventueel negatief effect zou kunnen hebben. Iets met je bloedvaten, wat dan de pomp zou verminderen ofzo. Dus koffie ben ik even deze dagen een stuk gaan minderen. En ik drink het nog steeds wel een beetje. Maar gewoon 1 of 2 bakjes per dag. En even voor je beeld, voor mijn normaal gesproken. Drink er 5 of 6 of zo, weet je wel. Dus ik heb mijn cafeïne inname gewoon een stuk teruggeschroefd. En neem nu dus alleen een bakje koffie als ik er echt heel veel zin in heb. Maar ik moet ook zeggen dat ik er niet heel veel zin in heb. Omdat ik de hele dag gewoon bezig ben met het drinken van water. Dat is wel een hele klus op zich om die 8 liter weg te krijgen. Wat ik wel gewoon neem, ook deze dagen, is creatine. En dan denk je misschien van, hè, maar creatine houdt vocht vast. Klopt, creatine houdt vocht vast, maar houdt vocht vast tussen je spieren. En niet tussen je spieren en je huid. Wat ik wel ga doen is, zeg maar op de laatdagse dag voor de shoot en op de shoot zelf even geen creatine nemen. Omdat, ja, ik weet niet, ik vind dat dan toch een beetje risky ofzo. Dat het eventueel mijn shape negatief zou kunnen beïnvloeden. Maar deze dagen neem ik het ja, dus gewoon nog steeds wel. En wat ik ook niet meer neem, dat zijn deze dingen. Nou, er staat ook heel veel andere shit tussen. Kijk, dit is eigenlijk mijn vitamine stack die ik dagelijks neem. Dan moet ik zeggen dat ik deze nu, deze maanden, wanneer het weer lekkerder weer wordt, even ook niet meer neem. Maar vooral deze 2, magnesium en omega 3. Niet omdat dit per definitie dan een negatief effect zou hebben, maar gewoon omdat ik niet precies weet wat het doet. En aangezien ik dus de hele week nu mezelf aan het martelen ben, vind ik het niet zo prettig om onnodige risico's te nemen. Creatine
gaat er dus gewoon nog steeds in. Trouwens echt om een 4 liter water die al bijna op is. En het is 10 over 2, dus ik lig netjes op schema. Alleen ik ga vandaag niet trainen. Ik zei in mijn vorige video ook al toen ik zeg maar mijn trainingsweek ging uitleggen dat woensdag mijn rustdag is. Morgen en overmorgen heb ik dan 2 depletion trainingen. Voor de depletion training moet je even wachten tot het einde van de video. Dan zal ik ook gelijk even uitleggen waarom ik die doe, hoe die training eruit ziet. En hoe dat er dan ook weer voor gaat zorgen dat het net die paar procent scheelt. Vandaag hebben we gezelschap meegenomen. En dit is hem dan. Tweede maaltijd van de dag, 180 gram zalm en 200 gram broccoli. En ook al is deze maaltijd best wel saai en droog, alsnog heb ik hier wel zin in. Want ik vind zalm gewoon fucking lekker. En buiten het feit dat ik zalm echt dus heel lekker vind, is het ook nog echt een van de beste voedingsbronnen die je kan eten. Want hij is fucking hoog in eiwit en ook in heel veel goede vetten. Ook hoog in heel veel goede vetten. Nice. Wat ik trouwens nog wel even wil zeggen over deze hele Peak Week, want ik weet eigenlijk niet of ik dat in de vorige video er heel duidelijk bij had gezegd. Maar deze Peak Week en dit hele protocol, zeg maar, wat ik doe met koolhydraten, water, dat heeft echt alleen maar zin als je al droog genoeg bent. Het is zeg maar meer de puntjes op de i zetten en ervoor zorgen dat je gewoon op dat moment zelf, dus op die foto zelf, gewoon net even een paar procent voller oogt, droger oogt. Maar een Peak Week is er niet voor bedoeld om een week voor de shoot nog even heel veel vet te gaan verliezen of zo. Snap je wat ik bedoel? Je moet wel een beetje rond de, nou ja, zeg rond de 10% bodyfat zitten wil je, nou ja, überhaupt iets aan deze Peak Week hebben. En anders, kijk, als jij een ja, iets hoger vetpercentage nog hebt en je zit rond de 14-15% en je buikspieren zijn net zichtbaar en je ziet nog helemaal geen aderen, zeg maar, ja, dan heeft het niet heel veel zin om zo'n Peak Week te doen. Want ik zeg, het is echt alleen maar relevant als je echt rond die 10% bodyfat zit, om ervoor te zorgen dus dat het net gewoon even een paar procent scheelt op dat moment van die shoot zelf. Daar wou ik er nog even bij zeggen voor het geval dat jij nu denkt van, oh ja, ik ga volgende week naar het strand, ik ga ook even Peak Week doen. Want dat zou ik niet doen, is niet heel verstandig. Hoe dan ook, het is inmiddels 5 uur. Het is weer tijd om te gaan kokerellen, alweer voor de zoveelste keer. Maar voordat ik dat ga doen, moet ik eerst even pissen. Dat is trouwens wel echt al dat water, jongen. Ik moet de hele dag pissen. Ook 's nachts. Ik ben vannacht 3 keer wakker geworden om naar de wc te gaan. Maar dat is ja, in principe ook wel de bedoeling dat we natuurlijk gaan uitdrogen. Maar dat ja, valt even op, wil ik even delen. Nou, doei! Wat ga je doen? Dit weg. Is goed. Ik wil dat omhoog. Pak maar even je shine, pak maar weg. Zo doen ze het altijd op de vlog zo. Rijstwafeltjes. Niet voor tijdens de Peak Week. Maar wel voor als je op kantoor wat wil eten. In ieder geval, ik ga dus weer koken. Maar ik ga 2 dingen tegelijk koken. Want wij gaan dadelijk bij mijn moeder gaan we even een hapje eten. Die woont hier om de hoek, dus daar lopen we zo even naartoe. Maar ik neem natuurlijk gewoon mijn eigen eten mee. Dus dat wordt deze maaltijd. Runder gehakt met, kijken, Italiaanse wokgroenten heb ik de afgelopen 2 dagen ook al gemaakt. Ik maak dan ook gelijk voor morgen. Dus 200 gram groenten, 250 gram gehakt. En een maaltijd dan voor vanavond na het eten, dus dat wordt rond een uur of 9. Geen kwark meer deze dagen, dat wordt echt een hele saaie, eentonige maaltijd. 300 gram kip en 200 gram Chinese wokgroenten. Kijk, eerst verschil moeten wezen. Pastaatje, gewoon lekker gehakt met groentjes. Wil je ook nog wat zeggen, man? Oh, we hebben ook sla, hoor. Ja. Wil je
is ook koolhydraten. Ik mag ook niet ongelimiteerd groentjes. Oké, luister, het is nu 9:15. Ik ben terug. Het is tijd voor de laatste maaltijd, maar dat komt zo wel. Ik kreeg net echt een hartaanval, jongen. Ik dacht, ik moet nog één maaltijd, zeg maar. Dus voor het shotje had ik, zeg maar, de camera had ik in de magnetron gezet. En dan deed ik, zeg maar, dat bakje erin en dan de magnetron dicht, zeg maar. En dan zou dat het einde van het shot zijn. Ik dacht, leuk idee. Dus ik doe die magnetron dicht en ik klik hem op aan. Maar echt een milliseconde, dat je het alleen dan even in beeld zou zien, zeg maar. En ik haal hem eruit. Heel mijn camera begon te trippen. Hij deed niks meer. Dus ik heel snel die batterij eruit gehaald. SD-kaart eruit gehaald. Nou, hij deed gewoon niks. En nu na een half uur of zo stop ik die batterij er weer terug in. En hij doet het weer, gelukkig. Alleen die vorige take ben ik kwijt, maar echt, oh, ik dacht wel dat ik een nieuwe moest kopen. En ik was net de bon aan het terugzoeken, die had ik ook niet meer, dus kreeg weer even een hartverzakking. Maar goed, er is weer wat energie bijgekomen, want ik was net echt helemaal ingekakt. We hebben nog één maaltijd, dat vertelde ik net dus ook al. En dat is 300 gram kip en 250 gram van deze Chinese wokgroenten. Wordt de laatste maaltijd van de dag. En ik zei net ook al in die vorige take van ja, ik heb liever gewoon een bakkie kwark. Maar nu vind ik alles prima, want die camera leeft nog. Dus deze ga ik even opeten en dan check ik jullie morgen weer. Oké, het is nu dag 4 en ik moet zeggen, hij begint nu al redelijk in te kicken. Is ook niet gek, na 4 dagen bijna geen koolhydraten eten, maar ik merkte het gisteren eigenlijk begin van de avond al een beetje dat ik een beetje laag in mijn energie begon te zitten en vandaag eigenlijk de hele dag ook. Qua maaltijden, alles is gewoon exact hetzelfde als dat het gisteren ook was. Het enige wat er is veranderd is dat we vandaag 10 liter water gaan drinken. Ook fantastisch. Ik woog vanochtend trouwens 74,4 kilo. En dan denk je nu misschien van ja, dat is fucking weinig. En hoe kan dat nou? En ja, dat klopt, het is ook heel weinig. Maar dat komt wel omdat ik natuurlijk heel veel vocht ben verloren. Kijk, ik heb natuurlijk de afgelopen dagen zo waanzinnig veel water gedronken dat ik alles eruit plas. Dus ik weeg 74,4. Maar dat gewicht vertekent wel een beetje. Want waarschijnlijk na de shoot, als ik weer 2-3 dagen normaal ga eten, dan ben ik zo weer 3-4 kilo zwaarder. Vorig jaar ook. Dag 4, de laatste echte kutdag van de peak week. Morgen alleen nog koolhydraten laden. Dus deze komen we ook nog wel even door. In ieder geval ga ik nu even een bakje koffie naar achter tikken. En dan volgt de depletion training. En ik heb het in de vorige video ook al gezegd. Maar deze depletion training is er niet voor bedoeld om spiermassa op te bouwen. Deze depletion training is ervoor bedoeld om al het glycogenische vocht tussen mijn spieren dat er nog zit, zoveel mogelijk leeg te pompen, zeg maar. Dus ik doe bij deze upper body training in totaal 7 oefeningen. Nou, je ziet ze nu allemaal voorbij komen. Maar in tegenstelling tot wat ik normaal doe, dat ik sowieso de oefening rustig en gecontroleerd doe, doe ik hem nu wat sneller. En daarnaast doe ik ook 4 sets met 15 tot 20 herhalingen. En ja, daarbovenop rust ik dan ook nog 30 tot 45 seconden tussen elke set. Dus dit zijn ook niet trainingen die er dus voor gaan zorgen dat je meer spiergroei gaat krijgen of dat je sneller vet gaat verliezen ofzo. Dit is puur een training die ervoor zorgt dat het glycogeen, dus het vocht tussen je spieren, meer leeg gepompt wordt. Dus tot zover de depletion training. Als je ergens vragen over hebt, kan je even een reactie achterlaten. En ik zal sowieso de hele training even beneden in de beschrijving zetten. Oké, de depletion training zit erop en ik moet zeggen, hij ging best lekker eigenlijk. Ik had echt verwacht dat ik er veel slechter aan toe zou zijn. Ik had natuurlijk vanochtend dat ik wat lager in mijn energie zat en gisteren ook. Dus ik dacht van nou, na die depletion training voel ik me helemaal slap en futloos. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Sowieso als ik het vergelijk met vorig jaar, heb ik er vorig jaar echt veel meer moeite mee gehad met die hele peak week. En dat heeft denk ik wel een aantal redenen. Sowieso de eerste is dat ik vorig jaar die peak week inging toen ik 11 weken aan droog trainen was en nu 8. Tweede ding is dat het vorig jaar tijdens die peak week, hij was sowieso ook 6 dagen en nu 4, dus dat scheelt ook. Maar vorig jaar was het die week, dat was de eerste of tweede week van juni, was het fucking warm. Was het 30 graden of zo. Dus dan word je sowieso ook al redelijk duf, weet je wel. En dat is nu ook niet. Dus nee, ja, in alle eerlijkheid, ik ben hem redelijk ongeschonden doorgekomen deze peak week. Ik heb niet heel veel te klagen, maar waar ik wel een beetje klaar mee ben, zijn deze maaltijden. Auw. En het is nu 4:10. Dit is dus die kipmaaltijd die ik gisteren had gemaakt. En dan ga ik dadelijk om 6:00 ga ik die zalmmaaltijd eten. En dan vanavond om 9:00 nog voor de laatste keer die gehaktmaaltijd. En dus de laatste 4 liter wegdrinken. Want dan zit ik op 10 vandaag. En dan morgen koolhydraten laden. Dan zit het er eindelijk op. Het ergste is dan achter de rug. En dan ja, kan het echte feest beginnen. Koolhydraten laden. Overmorgen shoot day. Ik heb er in ieder geval fucking veel zin in. Er komen nog 2 laatste video's aan. Dus als je die video's niet wil missen, moet je sowieso even zorgen dat je geabonneerd bent. Verder hoop ik dat je
dit weer een leuke video vond. Dat je weer een beetje een kijkje hebt gehad in mijn peak week. En ik hoop dat als je zelf bijvoorbeeld een keer een fotoshoot wil doen, dat je naar aanleiding van de afgelopen twee video's een beetje weet hoe dit soort dagen eruit zien. En dat ik je daarbij een beetje heb kunnen helpen en een kijkje heb kunnen geven in hoe ik het doe. Als een van die dingen zo was, doe even een duimpje omhoog en laat dan even een reactie achter. En wat ik zeg, abonneer als je nieuw bent. En dan zie ik jou in de volgende en ga ik dit prachtige bord met eten even wegwerken. Zo lekker. Mazzel.